vreemd iets. Ja, als je dit voor tieners neerzet, dan heb je al meteen commentaar. Wah. Ja, voor mensen die 29 zijn ook dan. Ja. Nou, wat is dit? Nou ja, dit is een frame met vier gaten erin. En in die gaten zitten vier ballonnen. Mm-hmm. Heb je dit ooit gezien? Deze truc? Ja, ik heb het wel eerder gezien. Ja, we hebben zoveel dingen. Dat klinkt heel stom dat we zeggen. We hebben echt zoveel dingen dat als mensen niet om iets zouden vragen hier, kan het zijn dat je een truc gewoon nog niet echt live hebt gezien. Kijk, dat het inpakken is wat anders dan dat je het live ziet. Dit zijn vier ballonnen in een frame. Nou is het zo dat een toeschouwer mag normaal ballonnen kiezen die stuk geprikt worden. Ja. Of meerdere toeschouwers. Je kunt dus zeggen, goh, ik heb een voorspelling gehad op de achterkant, die laat ik zo meteen zien. Van de ballon waarvan ik denk dat die overblijft. Dus, daar heb jij een voorspelling van gemaakt? Ja. Oké, ja. Okay. Ja. Die zie jij nu, dus dat is op zich niet zo gunstig. Natuurlijk kun jij beïnvloed worden. Ja. Dus ik zal, het is niet afgesproken, maar ik zal laten zien hoe het effect uitziet voor de toeschouwers. Dus je zegt, stel je vraagt drie toeschouwers en je zegt toeschouwer 1. Welke ballon wil je dat ik stuk maak? Dan mag je een getal kiezen, 1, 2, 3 of 4. Je mag ook de kleur noemen. Whatever dat je kiest, gaat stuk. Daardoor blijft er eentje over. En die moet stroken met mijn voorspelling. Oké. Okay. Ja, we kunnen dit niet echt laten lijken. Het is wel echt, maar in principe alles wat je zegt zou natuurlijk beïnvloed kunnen worden door dit. Ja. En ik kan ook even niet bedenken hoe je dat zou kunnen omzeilen, zeg maar. Nou, als ik nou even zo ga staan aan deze kant. Ja, ja, maar je hebt het natuurlijk gezien. Ja, oké. Okay. Ja, jij mag even een nieuwe Oh ja, dat is een goed idee. 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 Oké. Okay. Ik geef jou de naald. Ja. Ja, we bedenken het ook ter plekke. Prikken eentje stuk. Oké, okay. Yeah. Dat is de blauwe. Hartstikke stuk, zoals je kunt zien. Oké, okay. Prik er nog eentje stuk. Groen, ook hartstikke duidelijk. Oké. Okay. We hebben nog rood en we hebben nog geel. Ja. Yeah. Prik er nog eentje stuk, of jezelf wil. Oké, okay. Rood. Oké. Okay. Nu is er eentje overgebleven. Mm-hmm. Dat is de gele, ballon. Dat mm-hmm. wist ik. Dat nee. wist ik echt. Ik kan laten zien, want als je op de achterkant kijkt, is er namelijk bij één ballon, staat een pijl, zie je, en dat is de gele ballon, zie je. Dat wist ik. Mental Balloon heet dit. Mental Balloon. Wat krijg je? Je krijgt een speciale frame. Je krijgt de gevaarlijke naald die ik weer ga voorzien van het kurkje. Zodat ik mezelf zo meteen niet lek trek. Je krijgt een aantal ballonnen erbij. Maar tip, als je de truc bestelt, bestel meteen een zak extra ballonnen erbij. Een extra zak ballonnen kost iets van €8,50. En dan heb je 25 rode, 25 gele, 25 blauwe, 25 groene. Dus kun je 25 keer de hele truc doen. Mental Balloon. Uiterst eenvoudig. Er is niet meer nodig dan wat ik net deed.